Maar als het klaar is. Hoef er is niet klaar. Vol te maken, nee. Nee. Komt die deur niet dicht? Is die live? Is die live, meneer? Even kijken hoor. Oké, heren, nog 1 minuut. Ja. Hij telt terug, toch? Nee, hij telt op. Hij telt op, ik kan toch gewoon bovenaan beginnen, of geef jij een cue? Ik geef een cue. Ja, ja, okay. Want hij loopt iets 10 seconden voor. Oké, okay. We beginnen op camera 1, hè? Ja. Wat? Het geluid is weer kloter. Wie zegt dat? Ik. Klopt dat? Ik hoor jullie geluid hier. Ja, maar hij... Dat kan niet. Ja, maar dat is intern. Hier is het goed. Dat is intern geluid wat jij hoort. Begin maar. Dat is... Jij hoort decor, dat is geen... Dat is een ander geluid. Het kan zijn dat ik zo de dingen afsluit. En dan gaan we later weer erbij zetten. Gaan we nog 10 seconden. Ik ga er niks over zeggen, toch? Nog. 3, 2, 1. Goedemorgen, welkom bij In de Peiling live vanuit de Salto-studio in Pakhuis de Zwijger aan de Javakade in Amsterdam. Elke week tot de verkiezingen, misschien ook nog wel daarna, bespreken we de actuele peiling van Maurice de Hond, die elke zondagochtend uitkomt. Maurice, welkom opnieuw. Veel verschuivingen? Gebeurt er iets in die peilingen? Nee, maar misschien moet ik één ding even nog vooraf zeggen. Ja. Omdat we bij Salto-studio's zitten, komt het ook op Salto TV. Sorry, ja. En het interessante daarvan is, omdat technisch gezien we dan problemen hebben blijkbaar om op internet te komen. Ja. Dus mensen die slecht geluid hebben of zo, die zouden nu ook naar de tv kunnen kijken. En Ziggo kanaal 37 en KPN kanaal 1423. Maar ook via de site heb ik vorige week gemerkt. Ja, via de dus dat site. Dat is geen probleem. Oké, okay. Nu de verschuivingen. Nou, dus eigenlijk vorige week zagen we wel wat. En deze week had ik verwacht dat er toch nog wel meer gebeurde, maar eigenlijk amper wat. En... wij kijken altijd naar de overgangen. Ja. Dat betekent, er zijn meer dan 4000 mensen ondervraagd. En dan wordt gekeken, oké, wat heb je de vorige keer gestemd? De laatste Provinciale Statenverkiezingen, wat stem je nu? En dan kan je heel goed zien wat er aan de hand is. En eigenlijk de enige echte opmerkelijke die ik tegenkwam, was dat er beduidend meer GroenLinks kiezers nu zeggen dat ze bijeen gaan stemmen. Oh. Dat zal ongetwijfeld met Gaza-Israël conflict te maken hebben. En dat zou dus eigenlijk, en daardoor heeft BIJ1 nu 1 zetel, die de vorige keer niet had. Als je nu verder kijkt naar, dan zou je zeggen PvdA GroenLinks heeft er wat last van. Maar tegelijkertijd zie je dat de PvdA-kiezers, de oud-PvdA-kiezers, nu beduidend meer PvdA GroenLinks zeggen. Misschien ook door de debatten en Timmermans enzovoorts. En dat ook bij de mensen die niet gestemd hebben, PvdA GroenLinks wat aantrekt. Zodat ze per saldo nu 1 zetel zijn gestegen. En in totaal heb ik eigenlijk maar 4 verschillen ten opzichte van vorige week. Dus BIJ1 plus bij en PvdA GroenLinks er 1 bij. ChristenUnie zakt verder weg. Die staat nu nog maar 3. Zo. Dus 2 zetels minder dan bij de verkiezingen. En dan zien we dat NSC 1 zetel naar beneden gaat. Maar dat is meer restzetelberekening. Ja. Restzetels komen het makkelijkste bij de grootste partijen. En als er dan bij de andere partij net eentje bij een zetel komen, dan heeft die partij er last van. Maar we zien allerlei, ik wil niet zeggen relletjes, maar campagne nieuws, Jetten tegen Baudet, Jesse Goes tegen Wilders, die overigens ook een dag later alweer weg zijn, valt me op. Er is dus niet 1 campagnethema. Hebben al die dingen dan helemaal geen invloed of heffen die elkaar op? Hoe werkt dat? Of kun je dat überhaupt niet terugvinden? Nou, het lijkt dat mensen vooral bevestigd worden in de positie die ze al hadden. Ja. Dus als jij naar dat soort dingen kijkt, dan kijk je er met verschillende ogen aan. Of je zit aan de kant van de ene kant en zeg je goed gedaan. Maar de andere kant is ook dan goed gedaan. Dus het is bevestiging. Het is eigenlijk opvallend. Terwijl er toch nog wel veel mensen zeggen, nou, ik kan nog wel wijzigen. Dat het per saldo nog bijna niks gebeurt. Nou, waar zitten al die mensen dan? Ik geloof zelfs, ik heb een percentage van 80% gehoord die nog zweven. Waar zitten die dan in jouw peiling? Ja, maar bij 80% zweven, dat geeft een soort suggestie alsof er een soort zwerm vogels zijn. Die kunnen nog overal terechtkomen. Nee, wat zwevers dan in die definitie zijn, dat is wat minder dan 80%. Dat zijn mensen die zeggen, nou, ik stem op NSC,
maar wellicht ga ik nog wel naar BBB. Ja. Dus het aantal mensen wat echt volledig zweeft, en volledig zweven is dan ook niet, ik kan daar terechtkomen of daar, dan is het binnen een blok, dat is toch beduidend beperkter. Er is altijd een ankerpunt waarvan daar je redeneert. De meeste bedoel... wel. Ja. En okay. er is een groepje die, Volkskrant heeft regelmatig de zwevende kiezer, maar die heeft de ultieme zwever gepakt en die noemen dan 6 partijen waarvan je denkt, enzovoort. En die blijken dan de volgende keer daar en daar te zijn, maar per saldo... Maar ze zitten altijd wel in een kwadrant, hè, waar ze dan misschien ook niet meer uitkomen. Of kunnen ze zelfs oversteken? Nee, daar komen ze bijna niet meer uit. Nee. Ik bedoel, als jij zelf je links kwalificeert, dan ga je echt niet denken, nou, het wordt of PvdA GroenLinks of het wordt de PVV. Ja. We hebben het vorige keer ook gehad over het verschil in peilingen. Het viel mij op, bij INO was NSC wat kleiner dan bij jou. Gaat dat gelijk getrokken worden? Nou, dat vond ik interessant. Ik had vorige week echt een duduidelijke verschuiving gezien. 3 zetelstijging van NSC, wat er nu dan 2 geworden zijn. En ik had verwacht, toen kwam de politieke barometer. En ik dacht, nou, die gaat dan ook 3 zetels omhoog. Daar staat NSC dus wat Ipsos, lager. Ja. En daar staat VVD wat hoger. VVD staat er 1 zetel voor op NSC. En toen had ik echt gedacht, nou, dan komen zij ook met die 3 zetels omhoog. En die kwamen niet. En dat vond ik heel verbazingwekkend, omdat ik zo duidelijk zag bij het overgangertabel dat om zich was aangetrokken. Dus mijn taxatie is dat ze komen dinsdag of... Nee, INO komt woensdag. En ik denk dat... die komt om de 2 weken. En ik denk dat INO ook gaat aangeven dat NSC gestegen is, omdat die voor die stijging zat. En dan een week later komt de politieke barometer en die gaat dat volgens mij ook aangeven. Bij mij in ieder geval, dat zien we hier, staat dus NSC 4 zetels voor op de VVD en 5 zetels op Partij van de Arbeid. En de PVV die staat op 19 zetels. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit of hij nou zegt ik wil premier worden of niet. Daar wordt hij helemaal niet minder van. Nee, het valt me ontzettend op hoezeer de journalisten naar Omtzigt kijken van, ja, waarom is hij zo laat met zijn programma? Ja. Of hij zegt niet of hij premier enzovoort. En ik heb dat een beetje vergeleken, ook vorige week, naar voetbaljournalisten die naar American Football kijken en die regels niet kennen en roepen, hé, ze staan buiten spel. Ja, maar dat gebeurt niet bij American Football. Ik weet trouwens niet eens of volgens mij of daar offside is, maar goed. Maar het kernpunt is dat de kiezer andere prioriteiten hebben dan blijkbaar die journalisten die gevangen zijn in het model waar ze door de jaren heen altijd bezig waren. Dus de kiezers zijn eigenlijk inhoudelijker dan de pers soms? Nou, niet alleen soms. Oh. Ik heb het gevoel... Nee, maar ik heb het gevoel dat juist omdat Omtzigt de campagne binnengegaan is, ik ga het anders doen. Ik ga het anders doen met mijn aanpak. Ik ga het anders doen met de manier waarop ik debatten doe, weet je wel. En dan wordt hij scheef aangekeken omdat hij niet bij het radiodebat was. Nou, ik heb het radiodebat gevolgd, maar ik ben ook naar zijn reden gaan luisteren in Deventer. Die tegelijkertijd plaatsvond. Plaatsvond. Het was een bijeenkomst van de Bali in Deventer. Nou, ik heb echt meer geleerd door die reden in Deventer dan het debat waar ik allemaal dingen hoorde die ik wel leuk vond, maar totaal voorspelbaar waren. Nou ja, Omtzigt krijg ik wel een beetje zijn zin. Want je ziet bijvoorbeeld dat Nieuwsuur elke dag 3 kwartier tot een half uur heel erg inhoudelijk met een lijsttrekker praat. NOS op 3 doet inhoudelijke jongerendebatten. Dus ik volg het ook al een tijdje. Nee, maar ik vind het behoorlijk inhoudelijk in die zin. Dus ik bedoel, ja, en dan heb je natuurlijk Radio 1 met 20 sprekers, et cetera. Vanavond RTL, hè, dus ook met 3 sprekers. We zullen zien hoe dat gaat. Vanmorgen was WNL op zondag met de nummers 2. Met de nummers 2, dus de kiezer heeft veel te... Die wordt goed geïnformeerd. Jawel, maar ik denk dat Omtzigt het slim doet om zich daar grotendeels aan te onttrekken. Omdat de kern van zijn verhaal wat complexer is, die komt niet over in one-liners. En zijn kiezers hebben zijn one-liners niet nodig. Nee. Het zijn de journalisten die alleen maar hun eigen dingen zeggen. En roepen, je kan niet zeggen wie niet je premier wordt. Nou, het punt is, wat ik altijd zo interessant vind, is dat bij verkiezingen pas daarna
de partijen samen bepalen wat komt er in het regeerakkoord en wie wordt de premier. Ja. Het is helemaal niet zo in Nederland per definitie dat de grootste partij de premier... Want ik kan me een paar keer herinneren, bijvoorbeeld ook in 77 toen Den Uyl de grootste werd, toen werd Van Agt premier. Biesheuvel 271. Ja. 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 Maar de kern is dat ze dus de journalisten eisen stellen die een deel van de kiezers blijkbaar niet stelt. En dus zie je dat ook niet, zie je dat ook niet terug in de peiling. Ja. Je hebt nog iets vastgesteld deze week. En ik vat het maar even samen onder het kopje. De kiezer is rechtser geworden. Hè? Waar zie je dat aan? Nou, het is interessant. Ik vraag... Even kijken, dat is deze. Ja. Ja. Ik vraag aan de kiezers, waar plaats je jezelf op de links-rechtsschaal? Ja. Nou, en dan is op dit moment rond de 30% plaatst zich links van het midden en bijna 50% rechts van het midden. En toen heb ik ook gevraagd, als je naar jezelf terugkijkt, 15 jaar geleden, waar stond je toen? En 30 jaar geleden, moet je met een leeftijd rekening houden. Kun je ook zeggen, ja, hoe ouder je wordt, hoe rechtser mensen gemiddeld worden. Maar dan zie je dat dat ze zichzelf beduidend linkser plaatsen, 15 jaar en 30 jaar geleden. En als je naar de verkiezingsuitslag kijkt van bijvoorbeeld 1998... Ja. En je pakt alle linkse partijen bij elkaar, PvdA, D66, GroenLinks. Dan kwam je SP, dan kwam je boven de 75 zetels. Ja, ja. Dus die gang naar een rechtser electoraat is evident. En wat ik nu gedaan heb, dat is een tabel gemaakt om te laten zien op welke partij stemt een linkse kiezer. Ja. Links, vrij links, midden, vrij rechts, rechts. Nou, als ik de linkse kiezer neem, dus de mensen die zich links plaatsen op een 5-punt schaal, dan zegt 60% ik ga PvdA of GroenLinks stemmen. Ja. PvdA GroenLinks stemmen. Nou, dan komt de Partij van de Dieren nog met 13%, SP met 11%. Nou, de rest amper. Wel NSC nog met 4%. Maar VVD niet, BBB niet, PVV niet. Als ik naar vrij links ga, dan is ongeveer een derde die zegt PvdA GroenLinks. Wat bedoel je met vrij links? Nou, dat mensen zeggen, ik zit midden, ja, okay. Gematigd links. Ja, ja, ja. Ja, dat is even een andere term. Ja. Op mijn tabel staat die andere, wordt het woord te lang. Links, vrij links, midden, vrij rechts, rechts. Ja. Maar niet vrijzinnig. Nee, oké. Okay. Nee. Zo klinkt het een beetje. Ja, links, ja. Tamelijk. Ja. Nou, dat is 36% PvdA GroenLinks. Dan volgt NSC met 19%. Met linkse, vrij linkse kiezers. En nog D66 op 12. En de rest is allemaal klein. SP staat dan nog maar op 7%. Als je de middenkiezers neemt, dan is het NSC 29%. VVD 13, D66 11, CDA nog maar 4. Ja. Maar NSC pakt dus de vrij links, de midden. Ga je dan naar de vrij rechtse kiezer, dan is daar de VVD het grootst met 30. Maar scoort NSC nog steeds 23%. En daaronder D66 en links, PvdA GroenLinks is helemaal weg. Daar, niet aan die kant, BBB scoort 10%, maar die scoorde een half jaar geleden bij die groep beduidend hoger. Ja. Maar nu met NSC erbij problematisch. En dan komt de PVV. Mensen die zichzelf vrij rechts, 15%. Helemaal aan de rechterkant. Dan scoort PVV 32%. VVD 18%. En NSC 7%. En het interessante is dus niet alleen dus dat de groep steeds aan de rechterkant groter wordt, maar ook dat NSC de enige partij is die in beide kanten van het midden goed scoort. Terwijl bijvoorbeeld PvdA GroenLinks, die pakt 60% van de linkse kiezer en 36% van de vrije linkse kiezer. Ja. Maar die groep is nog maar 30%. Ja, precies. Dus, maar heeft Omtzigt dan de rol van het CDA van vroeger overgenomen? Ja, electoraal zeker. In het midden, ja. En ook zeker, want wat je vroeger had was de PvdA, die had dan de vrij linkse en de linkse kiezers, ja, laten we zo zeggen. De VVD had de vrij rechtse en rechtse kiezers. Ja. Maar dat was een kleinere groep dan de linkskant. En dan in het midden had je het CDA die aan beide kanten, want daar was de confessionele component, ja, speelde daar een belangrijke rol. Maar nu zie je ook tegelijkertijd wat het maximum een beetje is van PvdA GroenLinks. Want ik zie niet in
hoe bijvoorbeeld die partij op 30 zetels kan komen met deze situatie. Want ze staan nu op 25? 25, ja. En ze staan bij, Ipsos op 22. En was ook bij INO op 25. Maar hoe ze... En het interessante is, dat is ongeveer de uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ze trekken eigenlijk bijna niks extra's aan. En de enige manier waarom PvdA GroenLinks het dan beter zou kunnen doen... is als de niet-stemmers, die bij de Provinciale Statenverkiezingen was de opkomst rond de 56% of 55%. En bij de Tweede Kamer zal het 80% zijn. Nou, wat die niet-stemmers, die maken nog wel een beetje verschil. Maar het lijkt er niet op dat die met name afkomstig zijn van potentiële PvdA GroenLinks-kiezers. Maar wat ik niet snap, en dat kun je het beter herinneren dan ik. Ik geloof in 2019 haalde Timmermans als lijsttrekker voor Europa een hele grote score. Hè? Ik geloof 6 zetels, omgerekend in het Europese parlement iets van 30-32. Is dat dan helemaal verdampt, die aantal? Nee, dat was wat anders. In de eerste plaats was de opkomst een derde van de kiezers. Ja. Tweede plaats was hij de enige prominent. En het ging ook nog een beetje om, kan hij misschien de voorzitter worden van het Europese Commissie. Ja. Plus dat, juist bij een lage opkomst, het verschil in opkomstmotivatie, wat kan schelen. Stel, 30% gemiddeld van de Nederlanders komt op. Ja. Maar 40% komt op van de mensen die PvdA zou stemmen. En 25% van de anderen. Dan is in de einduitslag is het een stuk hoger. Niet omdat allerlei mensen van mening zijn veranderd. Maar dat de ene groep gemotiveerder was om te gaan stemmen. Dat zag je ook in het zuiden. Want met name in Limburg deed hij het heel goed. Ja. Maar daar was de opkomst ook relatief hoger dan normaal bij de Europese parlementsverkiezingen. Maar zeg je nu dat, ook al krijgt hij zijn achterban aan de stembus, dat het toch onder de 30 zal blijven steken, denk je? Of? Het zou me ontzettend verbazen als het meer dan 30 zetels is. Maar dat is wel een kerngetal bij de formatievorming, hè? Als hij de grootste wordt, heeft hij het voortouw. Of is dat ook weer ouderwetse politiek? Ja, ik denk dat het ook ouderwetse politiek is. Want mensen, ik had even een discussie met iemand. Ja, als Timmermans de grootste wordt, wordt hij premier. Ja. Als hij de grootste wordt, wat ik de kans niet zo groot acht, dan moet hij dus een kabinet vormen. Als hij alleen met de linkse partijen doet, dat dan haal je nooit. Nee, nee, dan moet NSC er ook nog bij gaan. Ja, ja. Nou, ik zie niet met SP, Partij van de Dieren, Volt en ook nog NSC erbij. Dus als de grootste PvdA, GroenLinks, een kabinet wil vormen, zal hij dat moeten doen met de VVD en met NSC. De andere twee grote, ja. Nou, met nog een aantekening, maar eerst even die andere twee. Denk jij dat dat kabinet, dat VVD en NSC in dat kabinet stappen met Timmermans als premier? Nou, lijkt mij bijna ondenkelijk. Dan wordt het een ander. Maar er was nog iets grappigs daarbij. Dat kabinet, laten we even zeggen, die drie zouden bij elkaar meer dan 75 zetels kunnen halen. Dat acht ik best mogelijk. Als je die drie bij elkaar pakt in de Eerste Kamer, hoeveel zetels hebben die? Nu? Ja, deze drie. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Jij wel waarschijnlijk. Ja. 24. Ja. Omdat de BBB daar ook nog steeds heel groot. En NSC daar niet mee. Nee. Dus dan komt er, stel dat dit kabinet er wel komt, wat ik op deze manier bijna onmogelijk acht, dan hebben ze 24 zetels in de Eerste Kamer. En dan komen ze 13, 14 tekort. Ja, terwijl deze combinatie, inclusief BBB, heeft wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ik zie bijna niet in. Ik bedoel, ik acht, hoe gek het ook ging, en je kan na de verkiezingen op een gegeven moment doen, ik acht de kans groter dat de BBB in de regering komt dan de Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar met wie komen ze dan in de regering? Ja, dat weet ik dan niet. Wat die? Nee, maar als... Ja, vanwege die Senaat. Ja. Vanwege die Senaat. Ja. Zonder die Senaat kunnen ze hem overslaan. Ja. Omdat ze waarschijnlijk niet nodig hebben voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus ze hebben bij de Provinciale Staten eigenlijk al twee verkiezingen gewonnen als het zo bekijkt. Ja, maar dat was op dat moment eigenlijk al bekend, want dat blijft 4 jaar zitten. Ja. Ja, want die lopen niet parallel met de Tweede Kamer. Nee, dat is ook een beetje het probleem ook in ons Nederlands systeem. Ja. Ik heb ook uit jouw analyse begrepen dat het CDA, inderdaad, dat gaf je net al aan, helemaal definitief is weggezakt. Hè? Ook in perceptie van de kiezer, de kijker. Hoe
Bontebal het ook doet, want die doet het niet slecht, maar die kan niet meer. Ja, nou, het interessante is, ik heb nog een laatste grafiek ook staan op de website In de Peiling. En ook kunnen we die nu even tonen. Ik heb aan mensen gevraagd, op welke partij heeft u het meeste gestemd bij de laatste 5 verkiezingen? Ja. Voor zover ze dat kunnen herinneren. Mensen neigen iets meer naar hun recent gedrag te gaan. En toen ben ik eens gaan kijken, wat is hun stemkeuze? Ja. Nou, als je bijvoorbeeld GroenLinks neemt, kiezer die zegt, nou, ik heb het meest GroenLinks gestemd, die zeggen 58%, ik ga nu PvdA GroenLinks stemmen. 9% trouwens NSC. PvdA-kiezers zegt 68%, ik ga die combinatie stemmen. Maar ook nog 17% NSC. Maar dat komt van alle partijen, scoort het CDA het slecht. Want van mensen die zeggen, ik heb de laatste 5 keer het meest CDA gestemd, zijn nu nog maar 24% dat ze CDA gaan stemmen. 43% zegt NSC. En 14% BBB. Dus wat je merkt is, kijk, een groot deel van de CDA-kiezers, en ik heb dat vroeger ook wel vaak gezegd, de CDA-kiezer die vooral op die confessionele gronden CDA koos, de confessie, de ouderen waren veel confessioneler dan jongeren. Dus en elke 4 jaar bij nieuwe verkiezingen is een deel van het electoraat overleden. En ja, dat electoraat wat overlijdt, als je vroeger keek naar verkiezingsuitslagen, peilingen, de 75-jarigen en hoger, die lieten nog de uitslag zien van de verzuiling. Ja. Daar zag je gewoon CDA nog heel groot. Ja. Maar per jaar sterven daar mensen van uit. En de nieuwe aanwas, die was uitermate beperkt. En nu zie je dat eigenlijk de aantrekkingskracht van het CDA, ook met een nieuwe lijsttrekker, ja, gewoon beperkt is. Als je tegelijkertijd ook NSC hebt, BBB, maar ook PVV. Ja. Want als ik ga kijken, ik moet even kijken waar die was. Neem ik het CDA en pak ik. Dan zie je die amper naar de PVV gaan. Terwijl de PVV, die overgangen zijn niet zo groot. En dan, maar bij de PVV zie je weer dat 2/3 van de PVV-kiezers uit het verleden nu ook weer PVV stemmen. Ja. Dus. Is jouw ervaring overigens dat je dit niet meer kan inhalen als je inmiddels op 5-6 staat? Of ik bedoel, kan er nog iets gebeuren? Ze roepen natuurlijk allemaal, het wordt 10 of 12, maar ja, nee, is dat geloofwaardig? Nee, ik kan me niet voorstellen. Want dan moet je vooral moet je zeggen, welke kiezers zijn dat dan? Dat zijn kiezers die dan gaan afhaken bij Omtzigt. Ja. Of afhaken bij BBB, maar als ze afhaken bij BBB zie ik ze eerder naar Omtzigt gaan of naar de PVV. Dus ik zie gewoon niet in, ja, het kan bij 6 zetels, misschien zelfs 7 worden. Maar 10 zou een fantastisch resultaat zijn van Bontebal. Ja, en hij heeft ook al gezegd van, ik wil best in de oppositie. Hè. Dat duidt er ook niet op dat je heel graag mee wil besturen. Dus ja, Bontebal bedoel ik. Ja. Nee, maar je ziet ook nu, als je ziet de belangrijkste aandacht en de belangrijkste debatten, worden toch steeds geconcentreerd op die grootste partijen. Ja, is dus, dat echt? Want de peilingen krijgen wel een zichzelf versterkend effect. Jij zei de vorige keer ook, ja, die drie, het zal tussen die drie grote blijven gaan. En de rest komt er niet meer tussen. Ja, dat is een hele interessante discussie steeds. Maar het is gewoon wel zo dat je... Maar zouden de mensen, dat als je het achteraf zou peilen, zou dat dan ook blijken? Snap je? Ik geloof dat in bepaalde landen je 2 weken voor de verkiezingen geen peiling mag hebben, om deze reden. Ja, ik heb daar wel eens een paar andere dingen over. Ik vind het wel heel interessant dat het hele speelveld rondom verkiezingen erg bepaald wordt door wat de media beschrijven enzovoort. Dan zou ik zeggen, dan mogen de kranten ook niet meer over de verkiezingen schrijven. Ja, dus dat is een onderdeel van het speelveld, ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld dat debat gezien op 3 met waar Jette en Baudet zaten en met een binair... Non-binaire jongen. Ja. Nou, ik moet zeggen, en ook wat ik daarna nog over gelezen heb. Nou, ik zal maar niet zeggen wat ik eigenlijk van dat vond. Maar als dat is wat debatten zijn, dan denk ik, misschien moeten ze dan die ook maar verboden worden. Ja, maar dat wordt er dan uitgepikt natuurlijk. Hè, omdat het heel significant is. Maar goed. Nou nee, maar ik vind het interessant.
De kiezer krijgt allerlei dingen op zich af. Ontzettend veel signalen. Ja. Signalen waar heel erg ook gespeeld wordt met ze. Op verschillende manieren. Door de politici, door de media ook. Ja. Door andere mensen. En dan vind ik altijd grappig. En dan geven peilingen, proberen ze goed mogelijk aan te geven wat de mensen denken. En dan worden die eruit gehaald om te zeggen, ja, maar die mag je niet horen. Want dan ga je verkeerde keuzes maken. Want de volgende vraag is, zou je liever willen hebben dat mensen zeggen, goh, als ik deze uitslag geweten had, dan had ik anders gestemd. Dat is toch ook niet een reële uitgangspunt? Nee, precies. En nog even, voordat we naar de kijkers gaan, want die kunnen ook reageren, dat zeg ik nog maar even. Maar zijn ze al bezig? Kun je ik zal even kijken. Even kijken. Want... Ik zal even kijken, er komen... Ja, daar komen we op binnen. Okay. Nou, dat gaan we zo doen. Nog even één ding. En dan kom ik even terug op het begin van jouw verhaal. Dat het electoraat rechtser is geworden. En er valt jou iets op aan de strategie van een van die rechtse partijen. Hè? Wat is er aan de hand met Wilders? Ja, ik vind het fascinerend het volgende. Vorige week laten zien dat eigenlijk het grootste gedeelte van de kiezers van VVD-NSC... liever PVV in de regering willen dan Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja. En dat is echt duidelijk, dat verschil. En wat blijkt dan? Dan verwacht je eigenlijk in de campagne dat door Wilders ook benut wordt. Dat Wilders ook zegt, wat vroeger ook vaak gebeurde. Hè? Een stem op de VVD is een stem op de PvdA, werd dan gezegd. Ja. En vooral ook omdat bij veel VVD-kiezers toch ook wat frustratie zit over de combinatie met D66 waar ze 6 jaar in zaten. Maar dat gebeurt niet. Of dat gebeurt nog niet. Wat je merkt, dat was bij het radiodebat, dat er ook een soort clash was tussen Wilders en Dylan. Jezus. En dat je dacht van, ja, waarom zegt Wilders dat nog niet? Of zegt hij het niet? Nou ja, er zijn... Ik heb een soort gevoel, maar ik weet het niet zeker, dat Wilders de VVD zit aan het uitlokken om steeds harder wat tegen Wilders te zeggen. En dan dat hij ergens een week voor de verkiezingen die troef gaat uitspelen. Ja. Als je echt een rechtskabinet wil, moet je op mij stemmen. Ja, want blijkbaar willen ze mij niet, maar dan weet je wat je krijgt. Ja. Het is eigenlijk een herhaling van 2012, hè? Toen VVD zich afzette tegen de Partij van de Arbeid en ging regeren. Ja. Dit is een soort gevleugelde uitspraak bij rechtse partijen dat de VVD altijd een week of drie rechts is, namelijk vlak voor de verkiezingen, en daarna weer gewoon midden of links wordt. Jawel, maar wat je had verwacht, wat ik had verwacht is dat een belangrijk campagne-element zou worden van de PVV, omdat het element ook wel sterk is. Ja. Voor electoraal, hè? En... Maar NSC heeft eigenlijk ook de PVV, in een soort bewoordingen zou je zeggen, nou, hij wil ook liever niet. Ze zijn er niet dol op, nee. Nee, nee maar dus, electoraal gezien, kan Wilders daar het meest baat van hebben. Ja. Als hij dat echt uitspeelt, dan zou de peilingen vlak voor de verkiezingen toch nog wel eens een keer kunnen veranderen. Ja, maar ja, het is nu zondag als wij dit uitzenden. En vanavond zit hij ook niet bij het lijsttrekkersdebat. Dus ja, hij is ook niet heel zichtbaar wat dat betreft. Ja, maar er zijn momenten waarop hij wel zichtbaar is. Misschien dat laatste debat op die avond. Ja, ik weet vlak het voor niet. De verkiezingen. Dat zal die, ja, de NOS nodigt iedereen uit, dus daar zal hij bij zijn. Ja, nou ja, ja. Misschien heeft maar, mijn taxatie is dat hij dat toch nog gaat doen. Ja. En dat dan best nog mensen zal gaan laten twijfelen aan de kant van met name VVD-kiezers. Ja, wil ik dat eigenlijk wel? Ja, oké. Goed, we gaan volgende week kijken, want dan zitten we hier weer. Of misschien heeft Wilders wel geluisterd en gaat hij het doen of niet. Heb jij interessante kijkersvragen gezien? Nee, het punt is... wacht even. Ik heb een paar. Ik zal ze even... Deze. Ik zou graag van Maurice, Giel Kramer, zou graag van Maurice willen weten waarom hij zei te vermoeden dat de demonisering en het negeren van de VVD door de reguliere media geen grote invloed zou hebben op het aantal stemmen op de Forum voor Democratie. Nou,
mijn punt is, als ik gewoon naar de stemmers van het Forum kijk, dan zie je eigenlijk niet alleen op dit moment dat het een hele echt een soort Gideonsbende is. Een beperkte groep met zeer uitgesproken ideeën. Maar wel met een forse of you love them of you hate them. Ja. En dat is niet alleen maar gekomen door wat er nu in de laatste tijd in de campagne is. Dat is eigenlijk gekomen door een combinatie van factoren in de afgelopen jaren. Ja. Ook ten aanzien van de opstelling ten opzichte van de oorlog in Oekraïne en Rusland. Maar ook op andere momenten. En dan, in mijn positie ga ik niet in op of dat inhoudelijk nou klopt of niet. Mm. Maar het is op dat moment, heeft die standpunten die op dat moment zo buiten wat de meeste mensen denken, dat die daardoor met Forum in een soort positie komt, waardoor die electoraal niet veel kansen meer maakt. Nee. Om veel meer mensen weer aan te trekken. Hij beweegt helemaal niet naar het midden. Hij blijft in die rechterhoek zitten. Ja, maar deze vraag zou meer duiden op. Maar ja, dat komt vooral omdat hij geen ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen. Dat was een beetje. Nou ja, hij heeft vorige week nog een kwartier bij Nieuwsuur gezeten. Maar goed. Ja, maar nou is Nieuwsuur natuurlijk ook met 500.000 kijkers. Nee, of 700, okay. Ook geen mate ding. Maar hij krijgt nu ook wel wat ruimte. Maar dan wordt het nog steeds vanuit een bepaalde insteek, vanuit het beeld wat mensen hebben, wordt dan altijd toch bijna bevestigd. Maar ja, zo werkt het helemaal. Maar de aanhangers van die partij, die zijn ook zelf zo fel voorstander ervan, dat ze niet kunnen begrijpen dat andere mensen een ander standpunt hebben. Ja. Wat trouwens voor heel veel bubbels geldt, want dat geldt voor de D66-aanhangers ook, hoor. Ik kan me dat goed herinneren uit de coronaperiode, hoe ze daar in een zware bubbel zaten. Maar dat maakt ook die felheid en die maakt ook ervan, dat ze er ook van overtuigd zijn een groot deel, dat als Forum niet 15 zetels haalt, dat dat dan ergens fraude moet gepleegd worden. Ja, dat bevestigt hun theorie dat ze klein worden gehouden door het establishment. Maar twee fasen, de klein worden gehouden vooraf aan de verkiezingen, en daarna wordt er fraude gepleegd met de tellen zelf. Ja, de Trump-strategie, hè, eigenlijk. Ja. Maar dan op Nederlandse schaal. Heb je nog meer? Ja, ik heb er nog. Ja? Wacht even. Omtzigt wil misschien minderheidsregering. Ik heb er nog niet gehoord over een zeer brede coalitie. Wat vind jij? Vraagt Rob Wanders. Ja. Maar ik denk zelf dat met de uitslag die we nu een beetje zien komen, dat heb ik ook vaker gezegd, dat ik niet zozeer nu denk, sec, er moet een minderheidscoalitie komen, maar er kan ook een coalitie komen van veel meer partijen zonder een regeerakkoord. Dus waarbij de partijen zich niet binden op de inhoud. Mm-hmm. Dus je kan met een minderheidscoalitie werken, waar je dan wel een regeerakkoord hebt en dan per onderwerp probeert meerderheden te creëren. Maar het zou ook kunnen zijn dat je zegt, nou, ik accepteer, ik neem partijen over het hele scala, vanaf PvdA, GroenLinks tot en met PVV. En we werken op meerderheden in de Kamer. Per dossier? Zonder dat het kabinet valt. Dat betekent niet dat PVV moet stemmen voor alles van PvdA, GroenLinks en andersom. Maar het zou best kunnen dat je wel, omdat je in toch met elkaar samenwerkt, ook met elkaar bereid bent om bepaalde dingen van de ander te accepteren. En dat je dat ook aan je eigen kiezers kan uitleggen. Ja. Dat je aan je kiezers kan uitleggen, wij staan niet achter dit standpunt, maar omdat we dit standpunt belangrijk vinden of een onderwerp wat wij belangrijk vinden, zijn wij bereid hen te steunen in dat. Maar als je geen regeerakkoord hebt, waar kun je dan de mensen aan toetsen? Want krijg je dan wel samenhangend beleid, is even de vraag. Nou, je kan een aantal basisafspraken maken. Ja. En in mijn concept zou daar waar je, het gaat er vooral om draagvlak te organiseren bij de bevolking. En dat betekent ook dat je, ook als je geen meerderheid in de Kamer krijgt, zou een bevolking als het ware de Kamer kunnen overrulen op het onderwerp. Per referendum? Ja. Okay. Maar dan als volgt, dan zie ik het als volgt. Er komt een voorstel van een minister die door de Kamer wordt afgewezen. Datzelfde voorstel kan je heel eenvoudig
één op één meteen in een stemming brengen bij de bevolking via een referendum. Hoef je niet eens mensen te hebben voor of tegen. Je moet alleen zeggen, nou laten we zeggen dat er 10 miljoen mensen opkomen bij de verstemmingen. 5 miljoen plus 1 is een meerderheid. Ik neem aan dat dat digitaal is via DigiD of niet? Ja, DigiD, maar je kan ook best in het gemeentehuis ook nog voor anderen doen. Ja. Maar dat betekent dat je al vrij kort na dat het afgewezen wordt door het parlement, het in stemming kan brengen bij kiezers, maar bijvoorbeeld 2 weken lang. En dan kun je ondertussen ook zeggen, nou, we hebben nu 1 miljoen binnen, we hebben 1,5 miljoen binnen. Nou, die 5 miljoen wordt misschien wel gehaald of niet. En dan wordt het overruled. En het interessante dan is, daarmee creëer je dat de Kamerleden bij het debat met de minister wel over hun schouder moeten kijken hoe het draagvlak is. Want als dat er niet is, dat draagvlak, dan kunnen de Kamerleden hun eigen spel spelen. En het voorkomt ook dat je als kiezer denkt, ik heb een stem uitgebracht en ik word 4 jaar lang moet ik maar zien wat ermee gebeurt. Hè? Ja, want dat is wat ik ook vaker heb gezegd. Je kan wel zeggen van, ik vind Wilders niet geschikt voor wat dan ook in het kabinet. Maar dat betekent ook dat je de kiezers van die partij zegt, we geven jou geen enkele invloed. Ja. En waardoor het mensen ook nog verder verharden. Ja, dus het hele verhaal van coalitie en oppositie, waarbij de oppositie toch voor een deel, ja, wel iets kan zeggen, maar buitenspel staat, dat model verlaat je dan dus. Ja. Ja, oké. Ja. Ja, maar ik denk dat dat zou nieuwe politiek zijn. En ik denk dat dat veel past, goed past bij Omtzigt zijn aanpak. Ja. Ja. Juist als je zegt, ik wil op allerlei manieren eigenlijk de cultuur veranderen, de politieke cultuur enzovoort. Dan ga je niet na de verkiezingen zwaar onderhandelen voor een regeerakkoord. Waar je na 7 maanden met 3 partijen een regeerakkoord hebt. Waarbij je elke week weer moet onderhandelen omdat er toch weer veranderingen zijn. Nou ja, ik moet wel zeggen dat Timmermans in het debat in Arnhem was het. Met Omtzigt wel de indruk wekte van nou, wij kunnen al bijna gaan formeren. Hè, want ik ben het bijna alles met je eens. Dus dat duidt weer op ouderpolitiek. Of, ja, maar dat zei Timmermans. Ja. En het was ook nog zo dat die minderheidskabinet wilde die niet. Nee, wilde die niet. Nee. De problemen zijn te groot. Ja, maar dan moet je me nog steeds uitleggen hoe we na de verkiezingen een kabinet kunnen krijgen. Wat bestaat uit NSC, VVD en PvdA GroenLinks. Met 24 zetels in de Eerste Kamer. Daar hebben we net over spraken. Ja. Ik heb nog een. Er was ook eentje van Lorenzo van Zwaan. Ook zonder de PVD is een rechtse meerderheid. Hoe realistisch is een rechtskabinet zonder de PVV? Ja, dat wordt wel heel lastig. Ja, het ligt een beetje aan de uitslag. Wat dat VVD, NSC? 50, ja. 55. BBB, ben je op 65. Dan moet je wel heel erg... Ja, 21, maar die heeft ook niet... En CDA. Ja. Ja, dat wordt een heel rechtskabinet. Ja, ja maar dat... Maar goed, dat... Nou, ik weet, dat kan. Oké. Dan heb ik te kijken of er nog eentje is. Oh ja, deze is interessant. Hoe kan het zijn dat de SP electoraal gezien niet profiteert van de verkiezingsthema's? Ja. Nou, dat is een vraag die de SP zich ook afstelt en het antwoord is heel eenvoudig. Ze hebben namelijk een migratiestandpunt wat het overgrote deel van hun potentiële kiezers niet aansluit. Namelijk arbeidsmigratie terugdringen. Ja, überhaupt asiel. Over immigratie hadden ze altijd al een standpunt. Wat veel meer het standpunt was ook van PvdA GroenLinks. Terwijl hun aanhang van mensen die sociaal-economisch in een wat moeilijker positie zitten, hebben ten aanzien van immigratie een veel strenger standpunt. Ja. En konden dus veel makkelijker naar de PVV gaan. Want sociaal-economisch zit de PVV ook meer aan de linkerkant. Dus eigenlijk heel ouderwets gezegd, eigen arbeiders eerst. Ja? Toch? Ja. Ja. En dat heeft maar SP, dat bij SP niet. Die hebben dat nooit duidelijk uitgesproken, dat klopt. Nee, omdat die ook vanaf het begin ook de groepen van immigranten, ook arbeiders met een immigratieachtergrond, ook in die partij aanwezig waren. Ja. Zie je die trouwens nog wel als coalitiepartner, de SP? Want die, dat is natuurlijk niet een hele onredelijke partij. Ze hebben allemaal net... Maar in welke combinatie? Nou ja, moet ik even nadenken, SP, PvdA, GroenLinks, Omtzigt. Volgens mij heeft Omtzigt daar ook wel iets over gezegd, dat hij de SP interessant vindt.
Hoeveel zitten we dan? Jij kunt hoofd rekenen. Nou, ben je er nog niet, maar... Nee, maar wat ik denk is dat als je die veel bredere coalitie neemt en dus elkaar niet vastpint op elk onderwerp, dan zou de SP daar ook best kunnen. En CDA net zo goed. En dan leveren zij een minister op een beleidsterrein wat ze belangrijk vinden, neem ik aan. Bijvoorbeeld inkomenspolitiek, bestaanszekerheid. Ja. Alleen, die minister heeft niet altijd de steun van alle leden uit het kabinet. Dat is het punt. Kijk, op het moment dat je zegt, alle leden moeten voor zijn, en het kabinet valt. Ja. Nee, wat je gewoon tegen elkaar zegt. Wij leveren ministers op plekken waar die dichtst bij ons zitten. En vervolgens proberen we meerderheden in de Kamer te krijgen. En we hopen natuurlijk van onze kabinetspartners ook steun te krijgen. Maar als ze dat niet doen, dan is het niet een kwestie dat het kabinet ten einde is. Ja, want nu moet je aftreden, hè? Simona Keizer, bijvoorbeeld, als je even niet namens het kabinet spreekt, dan is het klaar. Ja, maar ik bedoel in dit geval dat als jouw partner in het kabinet tegen jouw voorstel stemt, dan valt het kabinet. Dat is in het verleden steeds geweest. Ja. Ik zou ontzettend veel vrije onderwerpen maken en zeggen, we gaan kijken naar het draagvlak in de samenleving en het draagvlak in het parlement. Ja. En het punt is, als je veel van die partijen ook in het kabinet hebt, heb je een grotere kans dat ze redelijk zullen zijn op de onderwerpen, omdat ze niet per definitie in een oppositierol moeten gedwongen worden, waar ze altijd overal tegen zijn. Is dit overigens alles uitgeprobeerd ergens, of weet je dat? Nou, ik weet... Je hebt het eerder voorgesteld, maar... Nee, er zijn wat andere landen die op een andere manier georganiseerd zijn. Maar mijn punt is, dit is een moderne variant van wat ons stelsel ooit was. Zoals het bedoeld was. Nou ja, ons stelsel wat er was, was geënt op de samenleving van toen. Ja. Als je de principes van toen toepast op de samenleving van nu, dan moet je dus dat systeem en de manier waarop je het doet aanpassen. Ja. Dat lukt je niet omdat je geen grondwetsherzieningen kan doen, maar dat lukt je wel als je onderling met elkaar afspraken maakt. Ik bedoel, je hoeft geen bindend referendum in de grondwet te doen, als je met een regeerakkoord hebt met partijen die samen 100 zetels hebben en je zegt, we gaan een referendum organiseren en we, ongeacht wat de uitslag is, wij zeggen nu al, we houden ons eraan, dan heb je niet een feitelijk, juridisch bindend referendum, maar wel de facto een bindend referendum. Ja, ja. Maar dan moet je de bereidheid hebben met elkaar om dan ook te luisteren. Wat het probleem vaak met referenda is, dat ook de partij, zoals D66, altijd zo voor het referendum was, behalve als de uitslag ze je niet bevalt. Ja, dat was dat niet binnen het referendum wat toen is afgeschaft, hè? Ja. Toen Baudet succes had met Oekraïne. Ja, en we ook in 2005 al tegen de Europese grondwet stemden. Dat was ook een referendum waar 63% van de Nederlanders tegen was. Ja, toen is er een paar zinnen veranderd. Ja, een paar zinnen anders en zo. Ja. Maar dus, dat is veel meer wat ik denk. Ja. Heb je nog... Ja, ik heb nog een paar aardige. Even kijken. Bert Groenewold zegt, het punt is dat het demoniseren van elkaar geen oplossing is, maar het veroorzaken van problemen en het kweken van het elkaar en het niet meer gaan vertrouwen. Waar wordt de samenleving eigenlijk mee bezig gehouden en waarom? Nou, eigenlijk is dat het punt wat ik net ook aangaf. Ja. Als we niet een verbindend element zorgen in onze bestuurscultuur, ja, dan krijg je automatisch, je vormt een regering. Iedereen die niet in de regering is, is oppositie. Ja. Niks deugt. En wat je ook steeds ziet, daarna neemt het vertrouwen in het kabinet af. Je bedoelt dat er een soort kunstmatige polarisatie komt, dat de oppositie het nooit met het kabinet een van zijn en andersom, waardoor eigenlijk problemen worden uitvergroot. Dat zegt deze kijker ook, hè? Ja, en je zorgt ook dat de partijen die in het kabinet zitten allemaal een grijze, grauwe afspiegeling worden van eenzelf, omdat ze de compromissen die ze maken vervolgens naar buiten moeten verdedigen als het ideaal. Ja. Terwijl je beter kan zeggen, ik ga meer voor wat ik graag wil. En als ik daar een meerderheid voor krijg, prima. Maar dan ga ik als het ware ook strijdend ten onder, zonder dat het kabinet valt. Ja, en nu precies. Wordt eerst in de achterkamertjes het compromis gemaakt. Ja. En vervolgens wordt dat compromis verkocht als zo moet het zijn. En ieder die niet in de regering staat, gaat er tegen aanvallen. Nou, ik hoop juist dat Omtzigt met een vernieuwende manier van aanpak. Ja, ik zie hem gewoon geen regeerakkoord maken waar hij een half jaar over onderhandelt met vier partijen. Dat is een strijd met zijn eigen nieuwe bestuurscultuur. Ja, want dan
ook als in die regeerakkoord al zijn punten komen, maar je kan die punten veel beter vanuit draagvlak, meerderheden doen van partijen die niet per definitie dan in de oppositie hoeven. Omdat ze, laat ik zeggen, het CDA kan best ook dan met één minister in de regering te zitten, ondanks dat ze dan 4 of 5 zetels hebben. Ja. Waardoor ze ook niet in een standaard oppositierol worden geduwd. Nee, we moeten hier niet heel diep in gaan, maar ik ben één ding benieuwd. Ben je van mening dat ook schandalen als bijvoorbeeld kindertoeslag, dat die voorkomen kunnen worden, dat signaal eerder naar boven komt? Dat is jarenlang toegedekt door de ambtenarij, de Raad van State. Er zijn een paar Kamerleden om zich die zich daarmee bezig hebben gehouden. Maar die dingen die etterden wel voort, omdat niemand eigenlijk contact had met die mensen ook. Hè? Met gewoon... Ja, dat is één. En ik denk dat het ook deels kan komen doordat je gedwongen bent door de wijze waarop wij de regering organiseren, dat je een soort verkramping ontstaat, omdat het al zo ingewikkeld is om met die vier partijen op één lijn te blijven. Ja. Dus dat ontzettend veel energie van de leiders van partijen zitten om met elkaar weer compromissen te maken. En dan komt er weer iets nieuws, dan moeten ze weer met elkaar. Nou, dan heb je geen energie meer om wat ruimte te laten. Omdat onmiddellijk moet zeggen, ja, als er wat gebeurt, wat denken wij er met z'n vieren over? Ja. Terwijl als je die ruimte meer laat, dan laat je ook meer lucht toe. Ja. En dan word je ook niet afgestraft meteen als het toch niet helemaal goed gaat. Dus... En ambtenaren worden misschien ook iets vrijer om niet alleen maar de minister uit de wind te houden, maar ook te zeggen, jongens, dit speelt er. Los van politieke belangen. Ja. Hè? Dus zullen we nog één doen? Of? Ja, ik moet even kijken. Ik zal kijken welke. Even kijken wat ik. Ja, Europa denk ik misschien wel aan. Wat denken de Nederlanders over de macht van Europa in Nederland? Heeft het invloed op 22 november? Weten de Nederlanders hoeveel de Nederland betaalt aan Europa? Ja, dat is natuurlijk een component die ook heel sterk op de achtergrond speelt. Omdat er een paar partijen zijn, neem D66, neem Volt. Maar impliciet ook, laat ik zeggen, misschien toch ook wel VVD. En PvdA GroenLinks, die toch heel erg in dat Europese zitten. En dat veel kiezers, vooral aan die rechterkant, dat toch minder plezierig vinden. En vinden dat heel veel van wat lokaal of in de eigen gebied gebeurt, te veel wordt door Europa wordt bepaald. Ja. Althans, of er wordt gedaan. Ik bedoel, het is ook makkelijk om als bestuur zeggen, we kunnen dit niet doen, want Europa heeft dat bepaald. Ja, dat deed het altijd. Hè? Ja, dat gebeurt dus ook. Ja. Maar in dat hele verrechtsing van het geheel zit ook die van de bevolking, zit ook in het component, omdat Europa zelf, die mensen, het is die Atlas van de Afgehaakte van Josses Voogd en René Cooperus. Daar zie je gewoon dat mensen zichzelf niet meer gehoord voelen. En als dus het orgaan wat dingen bepaalt bij jou niet dichtbij zit, en eigenlijk ook niet meer in Den Haag zit, maar in Brussel zit, iets abstracts, dan wordt dat gevoel alleen maar groter. Ja. En ben je meer bereid om je tegen die hele structuur af te zetten. Dus daarom zeg ik ook dat een bestuurscultuur die ik net omschreef, die in Den Haag, maar ook in de gemeente kan plaatsvinden, waardoor je meer toch naar mensen luistert. Ja. En laat zien dat je niet een soort machine bent die met elkaar in structuren denkt. Als je dat niet doet, zal je bij de volgende verkiezingen nog meer de proteststem. En dan zal het niet omzicht zijn, maar dan is het iemand anders. Ik zie nu bijvoorbeeld, ik hoor dat in Argentinië zijn nu presidentsverkiezingen. Nou, ik heb gezien, het gaat er om twee. Ja. Als je ziet die tweede man, en ik denk dat die man alleen maar een kans maakt, omdat steeds meer mensen afgehakt zijn van het systeem, en het bijna niks meer uitmaakt van wat er nou eigenlijk komt, als het maar anders is. Nee, omdat alle partijen 110% inflatie veroorzaken, dus dat is natuurlijk een grote ramp daar. Jawel, maar dus op een kleine manier hebben we dat in Nederland, hebben we dat hier ook. Ja, omdat er steeds nieuwe kids on the block zijn die dan populair zijn. En een jaar later weer, kijk naar Van der Plas, die was heel populair, dat is dan een stuk minder. Ja, dat is trouwens weer wel iets anders aan de hand ook. Maar het is ook een beetje van dat ze op een gegeven moment verwacht je een soort vernieuwingsslag. Ja. Maar haar kracht kan ook wel eens nu weer een beetje haar zwakte worden. Haar kracht als één
persoon is leuk. Maar de kracht als je groot bent, dan wordt er toch misschien wel iets meer verwacht. Maar wat ik meer denk is dat we steeds meer een soort miskend gevoel krijgen. En dat we als kiezers. En dat als ze dus nu niet, laat ik zeggen, de belofte van omzicht. Mm-hmm. Wat echt niet alleen op bestaanszekerheid, maar ook over die bestuurscultuur gaat. Als je dat niet kan gaan doen. En het kan best zijn dat het niet kan, niet zozeer omdat hij niet de macht heeft, maar omdat de structuren te hecht zijn. Ja, ja. Maar ja, dan de enige manier waarop je die structuren wegkrijgt, is op een manier waar ik niet eens aan zou willen denken. Maar die ik niet uitgesloten acht. En dan hoeft het niet alleen in Nederland te starten. Maar er zijn meer landen in Europa waar dezelfde processen plaatsvinden. Waar dezelfde soort onvrede heerst. Zowel tegenover de structuur van het land als ten opzichte van Brussel. En dan zou het ook een soort domino-effect worden. Want we leven natuurlijk in een ontzettend onveilige wereld. Ja. Waar ieder moment ook nog een extra lont in het kruidvat kan worden gestoken. Nou, ja, een beetje sombere discussie eind. Maar goed, ja. Maar wel realistisch. Wel realistisch, ja. Helaas. Zullen wij afronden? Dit was In de Peiling. U kunt het natuurlijk op alle bekende sociale mediakanalen ook nog terugkijken. En volgende week zijn we er weer vanuit Pakhuis de Zwijger, ook via Salto. Maurice, bedankt. En een Mag ik nog één ding? Oh. Ja, er wordt nog één keer gevraagd of ik nog even wilde uitleggen wat er nou eigenlijk met Wilders en de VVD aan de hand is. Dat heb je toen net gedaan. Ja, maar het blijkt dat mensen dat ontzettend onduidelijk. Mag ik je dat dus even ontwikkelen? Dus wat het punt is, dat er nogal wat kiezers zijn bij VVD en NRC die het liefst een regering willen hebben met de PVV. Ja. En heel erg, een behoorlijk deel, absoluut niet een regering met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Normaal zou bij elke verkiezing in het verleden, zou Wilders dat al gebruiken in zijn campagne. Ja. Om te zeggen, ja, je kan wel op de VVD stemmen of op NSC. Maar je brengt de PvdA GroenLinks in het kabinet of zelfs Timmermans in het zadel. Omdat ze mij als het ware uitsluiten en dat openlaten. Dus als je een echt rechtskabinet wil, dus moet je op mij stemmen. Als je niet wil dat de PvdA GroenLinks in de regering zit, dan moet je op mij stemmen. Maar ik vind het verbazingwekkend dat hij die kaart nog niet uitgespeeld heeft. Nou, er zijn er twee mogelijkheden. Hij heeft besloten dat hij die kaart niet belangrijk vindt, om welke reden dan ook. Misschien om daarna meer kans te hebben om het kabinet te komen, weet ik niet. Of hij houdt die kaart nog even in zijn achterzak om die uit te spelen kort voor de verkiezingen zelf. En ondertussen NSC en VVD zich hard ten opzichte van hem te blijven opstellen. En dat gebeurde bij dat radio-interview bij NPO, waar gewoon de VVD afstand weer van de PVV nam. Dus het zou kunnen zijn dat die dat denkt van, ik blijf ze even wat sarren, dan blijven ze me het beeld geven uit te sluiten, en dan ga ik een week voor de verkiezingen ga ik roepen, nou, u weet het, als u de PvdA GroenLinks niet in het kabinet wil, dan moet u absoluut niet NSC of VVD gaan stemmen. Nou ja, ik vind het een mooi opzetje naar volgende week. Als hij hier weer zit, om te kijken of dat inmiddels gebeurd is. Ja, ik ben heel benieuwd. Nogmaals, tot zover In de Peiling. Het was me een genoeg en ik hoop ook dat u er thuis wat van heeft opgestoken. En nogmaals, u kunt het allemaal via de bekende kanalen terugzien. En volgende week weer via Salto, 11 uur, live vanuit Pakhuis de Zwijger. Maurice, dank. Top. Nou, toch bijna.